Een hardnekkig vochtprobleem in de kelder? Je pakt dit probleem beter onmiddellijk aan wanneer het zich voordoet. Want vocht zorgt niet alleen voor beschimmelde wanden, het is bovendien ook slecht voor de gezondheid. Voor deze kelder wordt er beroep gedaan op een bedrijf dat zich onder andere specialiseert in keldervloerdrainages. Axel, jullie zijn gespecialiseerd in een aantal bouwtechnieken, onder andere ventilatie, maar ook vochtbestrijding. Hoe gaan jullie te werk met vochtbestrijding? Wel, Sam, zoals je net zegt, dus we doen ventilatie, we doen opstijgend vochtbehandelingen en keldertechnieken. Voor keldertechnieken gaan we eerst ter plaatse een diagnose doen om te kijken wat het probleem juist is, waar het vocht in de kelder binnenkomt. We hebben aan de ene kant dichtingen, kelderdichtingstechnieken, die de kelder van de binnenkant uit gaan dichtmaken. En we hebben keldervloerdrainages. Jullie hebben hier specifiek gekozen voor een vloerdrainagesysteem. Waarom juist? Wel, toen we op deze kelder diagnosebezoek zijn langs geweest, hebben we ook gemerkt dat er enorm veel waterdruk op de onderste laag van de kelder zit. Ja. Dus de vloerplaat was ook gebarsten en aan de zijkanten was er met de kiemnaad, de muurvloeraansluiting, enorm veel infiltratie. Op zo'n moment moeten wij een beslissing nemen, gaan wij niet kiezen voor een dichting, omdat bij dichting eigenlijk de druk van het water terug gaat toenemen en op andere plaatsen binnenkomt. Dus voor deze kelder hebben wij resoluut gekozen voor een systeem met een gedraineerde vloerplaat. Dus een nieuwe betonnen plaat die gegoten wordt, maar die zwevend ligt op een noppenmat. Wat bedoel je juist met een noppensysteem onder die vloerplaat? Wel, Sam, het noppensysteem is eigenlijk in de basis een structuur van hard PVC dat op de vloer gelegd wordt. En het water dat eigenlijk gaat binnenkomen in de kelder kan nog altijd tussen die nopjes door circuleren, waardoor dat wij een drainagesysteem kunnen maken dat richting een punt gaat waar dat de pomp zich bevindt. Dus een extractiepunt waar het water naartoe kan vloeien. Ja. Dus op die manier, als hier dan de betonlaag opkomt, de nieuwe betonnen vloer, die dan zwevend ligt, omdat die wel rust op de vloer, maar geen contact direct maakt omdat die eigenlijk in die noppen invalt, dan hebben we dus een nieuwe gedraineerde vloerplaat, waaronder eigenlijk tussen die nopjes door het water van de kelder nog steeds richting extractiepunt kan gaan en daar weggevoerd wordt naar de afvoer. Voordat er kan begonnen worden met te werken, moet de klant natuurlijk enkele voorbereidingen treffen. Zo moet de kelder volledig leeggemaakt worden. Er moet ook een afvoermogelijkheid zijn om het grondwater te kunnen wegpompen. En er moet permanente stroom aanwezig zijn voor het pompsysteem. Stel dat het grondwater heel hardnekkig en hoog staat, zijn er dan ook oplossingen voor de wanden? Zeker, Sam. Dus dit systeem, we spreken hier voornamelijk nu over de vloer, maar bij problemen zoals je net schetst, gaan we eigenlijk ook de wanden meenemen. Voor de wanden gebruiken we dan een wandmembraan. Dus dat is een, laten we zeggen, halve centimeter dikke structuur die dan tegen de wand wordt aangebracht, met de nopjes richting de wand, zodat als er water komt, dat eigenlijk tussen de noppen door mee in het systeem gaat inlopen. Dus op die manier krijgen we feitelijk van hieruit vocht en water dat mee in het drainagesysteem inloopt. Die pompsystemen zelf, moeten we dan ook een put graven in de bestaande vloerplaat, zodat die er diep kan inzitten? Nee, absoluut niet. Dat is iets waar dat Tibas echt garant voor staat. Wij gaan onze pompputten altijd in opbouw plaatsen. Dus dat wil zeggen, we gaan niet in de vloerplaat inkappen, omdat dat voor structurele destabilisatie kan zorgen en dat eigenlijk op die moment het grondwater een manier vindt om in de kelder echt binnen te komen en masse. Dus we gaan dat proberen te vermijden. De grondplaat blijft wat dat ze is. We plaatsen onze pompputten gewoon op het laagste punt. Eventueel zorgen we voor een systeem, dus dat we met sleuven slijpen het afwateren van het bestaande grondoppervlak kunnen bevorderen naar onze extractiepunten. De pomp gaat dus in opbouw met een vlakzuiger in de pompput komen. Axel, hoe lang duurt het werkproces van de kelder? Goh, normale kelders, dus de gemiddelde kelder, kunnen wij op één dag klaar krijgen. Bij echt grotere kelders kan het zijn dat dat 2 tot 3 dagen in beslag neemt, maar dan spreken we wel echt over gigakelders waar vaak ook nog andere zaken moeten gebeuren, zoals het plaatsen van kelderventilatiesystemen. Maar dus normaal gezien is het op 1 dag perfect in orde te krijgen.
Axel, het lijkt eigenlijk een heel eenvoudige ingreep vergeleken met het volledig dicht langs de buitenkant van de kelder. Maar waar kan het dan nog fout gaan? Goh, Sam, ja, pompen werken op elektriciteit. Hè. Het zijn ook elektronische toestellen, die kunnen natuurlijk stuk gaan. Bij TIBAS hebben wij een uniek pompsysteem in die zin dat onze pompen een aparte regelkast hebben met een alarmsysteem. Dus vanaf er een defect aan de pomp is en de pomp dus niet meer functioneert, gaat de klant weten via het alarmsysteem dat er dus iets mis is. En een eenvoudig telefoontje naar TIBAS volstaat zodat wij kunnen langskomen om te kijken wat het probleem is. De afwerking kan de klant zelf kiezen. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden om de betonnen vloer te schappen en vervolgens te tegelen. In dit geval koos de klant om de betonnen vloer te polieren. Het voordeel is dat je de dag nadien al op de keldervloer kan lopen. In tegenstelling tot een standaard afwerking met beton, waarbij je al snel 3 tot 4 dagen moet wachten vooraleer het volledig uitgedroogd is. TIBAS, de expert voor al uw vochtproblemen.